Beerke, amateurbekker. Oh, maar geen gewone. Nee, ik ben een echte wermebekker. Ja, dat zit bij ons in de familie. Ja, kijk, ik heb 12 tantes, 14 omes, waarvan 17 nichten. Ja, dat bakken doe ik samen met mijn haar. Ja, mijn haar en ik doen alles samen. Zo maken we samen ook amandelkoekjes. Ja, dan vragen mensen me dat kreperken. Wie kreeg de amandel zo schoon in de midden? Zeg nou, dat is heel simpel. Dan leg ik mijn haar op een sofa. Leg een amandel in zijn navel. Klets de gevulde kook erop. Nou, zit dat neutje precies in de midden? Hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wie het vele kerstkrantjes maken. Ja, met mijn haar heb ik leren kennen in zo'n home. Zo'n home. Nou ja, in zijn pottenbekkerij. Ja, ik zoek hem staan. Ik denk, nou, dat komt je voor de bakker. Ik zeg, best ik nog single? Ja, ja, zitten. Ik ben allergisch voor maïzena. Ik zeg, maïzena? Ah, zitten. Chronische bindingsangst. Oh, maar ik heb het getroffen. Ik heb het getroffen. Getroffen. Ja, de specialiteit van mijn haar is kiek. Oh, ik weet nog goed. Mijn eerste haretjescake. Ja, hij heeft gemaakt met plantjes uit eigen tuin. Hartstikke lekker. Ja, kijk, dat bakken is een passie van me. Hè. Toen ik maar een manke van 7 jaar was, ben ik er al eerlijk vroeg gekomen. Ik werd een warme bekker. Ja, ik weet nog goed, het was op een roze maandag. Ik ging bakken, haalde alles aan mezelf uit de kast. Ik ging er filmpjes van maken van precies 57 seconden en zat die op YouTube. Ja, mensen vonden het geweldig. 57 seconden. Ze verveelden zich geen minuut.